Ik ben weer met het, ik geloof 12e muurgedicht bezig van het project hier in Almelo, dat wat een stadsrondwandeling wordt met muurgedichten. En dan ben ik nu mee aan het letteren zetten, zoals dat heet. Ja, en wat voor gedicht is het? Het is weer een gedicht van Willem Wilmink, van Populair hier, op de rest van Nederland. Ja. En dan gaat het over dat hij in een armoedig huisje woont. In feite dat ik zo'n tekst lees, dat hij graag een redelijk huis wil hebben in Almelo. Mm-hmm. En dat is een oude huis, die lekt aan alle kanten, er sneeuwt binnen. Ja. En daar was dus een brief aan de woningstichting dat hij graag een huisje wil hebben. Ja. Komt, ja. En wie heeft jou opdracht gegeven om deze brief zo netjes op de muur te zetten? Ging via de stichting Muurgedichten Binnenstad. Maar de echte eindopdrachtgever is Sint-Jovens, Jozef. Ja. Volgende maand ergens de opening, de onthulling. Volgende maand. Ja. Nou, dat wachten we dan in spanning af. Nou, kom kijken zou ik zeggen. En allemaal natuurlijk, hè. Ja. Thank you.